zei. Hé, kom naar me stuur. Mooie ballen we hebben, hè? Beter dan die naakte ballen van tevoren. Die naakte slakken. Dat is wel fijn. Doet hem niet strak. Niet zo heel strak, denk ik. In het begin ging het makkelijker dan daarna. Ja, ja, ja. Maar ik word geïnterviewd door Lagoon. Voor het blaadje. Het blaadje van de Club Lagoon of zo. Dat wordt vlog. Dat we daar niet aan boord zitten, hè? Ja. Doe het even rustig aan tegen de wind. We zitten hier al bijna bij Cassis en die heeft een plekje voor ons om 1 uur, dus we moeten even rustig aan. Terwijl het bootje hier voor ons, dat vissersbootje, dat gaat echt alle kanten op. Wat ook voor anker ligt. Dat is wel het voordeel van een... Ja, toch hè.
veel wind vanochtend nog. Het is de kaartentafel binnen. En we hebben de last van bediening, zeg maar, waarmee je dan nog de koers kunt veranderen. Hier is het bed van de VIP-cabine, een paar restjes en zo. En hier aan de achterkant van de badkamer. Hier is de tweede kamer achter. Tweede koelkast, een diepvries hieronder. De wasmachine en droger, echt toch wel heel erg makkelijk. De grote drijver of de master drijver. Daar is mijn werkplek waar de filmpjes gemaakt worden. We hebben hier de badkamer, een inloopdouche. Bijna bij Ile de Porco. Security, warships, warships. This is Porco Signal Station advising to warships. Firefighting aircraft are been out in nearby north of Porco Island between Point du Lequin and Port of Porco. Please navigate with caution and have a sharp lookout. This is Porco Signal Station out. Ja? Naast hem, die mensen die willen ook zo'n lift. Ja? Ja, van de drinktank. Wat weet jij? Dat is vandaag een stuk bewolkter is dan gisteren. Dus dat we eigenlijk beter gisteren hadden kunnen maken. Hè? Er trok behoorlijk wat regen over de zuidkust. Ik maak de eerste poging op het paddleboard, maar ik geloof niet dat het meevalt. Valt het tegen? Is hij onstabieler dan je dacht? Ja, daarom heb ik tot 7:30 gewacht. Je bent echt precies recht van achter.
het ochtendgymnastiek. Goedemorgen! Dat is een flinke dingie. Ja? Kun je 52 dus ook gewoon kwijt. Voor je hutje in Port Grimo. Grappig. Ja? Dat het een likje verf nodig heeft, links en rechts. Dans le bateau. Lekker. Oké. Nou, we konden hem met z'n tweeën net in het bootje krijgen. We gaan hem zo hier naar de haven brengen, want die man is toevallig hier. De flyby is Tropez.